Voordat we losgaan met carnaval, heb ik eerst een nieuw journaal voor jullie. Leuk dat je weer kijkt. Zingen met zanger Joske. Een vette demo met BSM. En weer een nieuwe droom. Dit is het journaal met Ben. We beginnen met triest nieuws. Afgelopen maandag is conciërge Tony Jacobs overleden. Ze zorgde onder andere voor worstenbroodjes en soep hier op school. Morgen is de afscheidsdienst hier op school in de aula van HAVO-VWO. We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. Het is bijna carnaval, maar de leerlingen van de onderbouw bouwden alvast een feestje met zanger Joske. Ik was een keer naar Reuze Kermis, toen zei een paar maten van mij van hey, hier is karaoke bar. Pak microfoon, grijp je kans en ga dat podium op. Toen heb ik dat gewoon gedaan. En ja, één groot feest was het toen al. Ga je met me mee, dan slaan we iemand aan. Loop je met me weg, al of laat je me staan. Kom je dichterbij, we ga je achterna. Nog één keer, ik ben zo jullie zingen en halen. Ik zing Nederlandstalige muziek, carnavalsmuziek, sommig Engels. Ligt er maar net aan wat me aanspreekt. Staan in de lange rij, mee je maanden bij de play. Zou je daar een blauwe staal? Ik denk dat ken ik wel wat mee. Van maar dichterbij bekeken, vier de kopse ruwe tegen. Doe weinig maar wat bier en dan aan de kloten. Ja, mijn favoriete artiesten zijn Henk Dissel, Raymond Hermans, Schors, Jef en MC Vals. Ja, en de partyfreak zeker. Mijn toekomstdroom is om toch wel een eigen hit te hebben. Met een vette videoclip, alles erop en eraan. De eindexamenleerlingen met BSM hebben deze week weer een vette demo neergezet. Hier zijn de beelden. Hier achter mij zijn ze druk bezig om het decor van de demo dinsdag op te stellen. Het belooft ook dit jaar weer een spectaculaire show te worden. Kijk mee. Ik begeleid de 5 HAVO BSM groep. En de BSM groep, dat is Bewegen, Sport en Maatschappij, die hebben als eindproject het organiseren van een demo. Dus die hebben eigenlijk een soort voorstelling helemaal zelf verzonnen. En die gaan ze uitvoeren en ze zorgen dat alles eromheen ook door hun geregeld wordt. Nou, op dit moment ben ik alle lampjes een adres aan toewijzen, dat ik ze straks allemaal vanaf hier kan aansturen zoals ik ze wil aansturen. Noskitos, zo gaat de jeugdtent op de markt in Bladel heten. Deze week was de bekendmaking en wij waren erbij. De winnaar van de prijs van is de tent op de markt van de muggenzifters is Moskito. Nee, nee. No. No. Maar hij staat hieronder. Ja, hij staat hieronder. En wie is de winnaar? En de winnaar, die staat hier ook onder, maar dan hoort onder? Wel Sarinda
Baas! Had jij een naam ingezonden? Moskito's. Moskito's, super vet. Dat heeft met mugjes te maken. En mugjes. En wat hebben ze gewonnen? De meet and greet met Bart de Frieks. Een handvol met consumptiebonnen. Vet. En wij zouden het nou heel graag vinden om met jouw klas deze keer heel klaar als een feestje te vieren. Dat we mini polonaise. Anne Fleur wist dat onze drone in het centrum van Hogemierde vloog. En daarom mag zij deze waardebon bij ons komen ophalen. Weet jij waar onze drone deze week vliegt? Het Engelse theatergezelschap Phileas Fogg kwam deze week naar het Pier 10 om een gave show te geven. Phileas Fogg nam de leerlingen van 2TTO mee naar de Victorian Times. Met hun enthousiasme zetten ze samen met de leerlingen een leuk theaterstuk in elkaar. You are all witness of Victorian! Yes! Explosion! Come on! Dit weekend wordt er een groot feest gebouwd omdat het carnaval is. Maar de jager van deze week heeft dubbel feest. Jarig zijn met carnaval is superleuk, vind ik tenminste. Maar ik krijg dit gebakje niet, want dat gaat naar Abigail. De jager van de week is Abigail. Gefeliciteerd. En heb je nog cadeautjes gehad? Ja. En heb je ook carnaval gevierd gisteren? Nee. Ga je nog wel carnaval vieren? Ja. Nou, eet smakelijk en nog een hele fijne verjaardag. Hallo, en hoe vind jij carnaval? Ik vind carnaval erg leuk, want dan mag je jezelf verkleden. En ga je ook nog carnaval vieren? Misschien wel. Ik denk dat ik zondag naar een optocht ga met een vriendin in Os. Nou, ik ga snel naar huis om me te verkleden voor het volgende carnavalsfeestje. Dit was het journaal dan weer. Of je nou carnaval gaat vieren in Bladel op de markt, in Hogeloon bij de bakker of helemaal losgaat in de Elsom. Of geen carnaval gaat vieren, hele fijne vakantie allemaal.